Ons land heeft grote agrarische potentie. Gewijzigde wegsituatie rond bezoek Indiase president. En 17 doden bij traangasexplosie in Venezuela. Zondag 17 juni 2018, het journaal van de STVS. Het is Vaderdag en ik hoop dat alle vaders een fijne dag hebben gehad. En dat ze de plek innemen voor hun kinderen, voor hun gezin. Ons land heeft een grote agrarische potentie. Dit werd duidelijk door de belangstelling die regeringsleiders uit de CARICOM hebben getoond voor onze agrarische industrie. John Lekton, marktmeester van de Centrale Markt, is ervan overtuigd dat met hard werken Suriname de voedselschuur kan worden van het Caribisch gebied. Dus zij kunnen kijken naar vruchten, andere groentesoorten, waarvan ze denken belangstelling in onze hotels daar. En dan valt er misschien direct zaken te doen. Kunnen we kijken naar uw aankondiging van voedselschuren als land? Dat is op het ogenblik de basis, daar werken we naartoe, ja. De aandacht vanuit de regio moet een stimulans zijn voor ons land om deze sector verder te ontwikkelen. Onlangs was de premier van Dominica, Roosevelt Skerrit, nog in ons land en daarvoor premier Ralph Gonsalves van Antigua en Barbuda. Beide bezochten zij eerst de centrale markt. Klein- en gezinslandbouw zouden volgens de marktmeester John Lekton de dragers moeten zijn om een begin te maken om ons doel te realiseren. Het doel om de voedselschuur te worden van de regio. Hier aan de markt komt, die grote hier komt uit gezinslandbouw. Dus hoeven het hier niet nog een keertje uit te vinden om grote of mensen grote lappen grond te geven die een stalen constructie kan bouwen. Die grote machines kan aanschaffen die dollars kost allemaal. Die olie gaat gebruiken, dat ook dollars kost. Dus ons input wordt vreselijk hoog en de output gaat minimaal zijn. En hier, het is geweldig om dat hier te beginnen, omdat het grote werk is akkoord van gezinslandbouw. Ook de DC van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkus, gaat ervan uit dat de realisatie van het doel van de regering mogelijk is. Daarbij geeft hij ook een voorhoederol aan degenen die betrokken zijn bij het marktgebeuren. Ik denk dat we die aankondiging van de president moeten zien als een hart onder de riem, toch, om er naartoe te werken. Toch? En we hopen dat mooi denken, toch, zich gaat inburgeren bij de verschillende planters en de verschillende mensen die in de agrarische sector, toch, om mooie productie op te voeren, om zodoende de kwaliteit te verbeteren, om zodoende edible te zijn, om te kunnen exporteren. Vanaf dinsdag 19 juni om 2:00 middags zullen enkele wegen worden afgesloten of worden omgelegd. Dit in verband met de komst van de Indiase president Ramnath Kovind. Die zal van 19 tot en met 21 juni in ons land vertoeven. Het gaat om wegen in Paramaribo en Wanica. Het hoofd van de verkeershandhavingsdienst, inspecteur Stanley Shangour, ging de afgelopen week hier nader op in. Het begint bij Magenstraat, Keizerstraat, Waterkant, Heiligeweg, Magdenstraat, Jodenbreestraat, waar Kerpalani is, het Valiansplein, dat is van Telesuur daar, en Neumannpad, Domineestraat. Vanaf 2:00 wordt dit gebied, het verkeer, dus omgelegd. Als er nog auto's binnen zijn, die zullen er zijn, heeft men de gelegenheid tussen 2:00 en 4:00 middags deze auto's te verwijderen. Ik doe een beroep op de mensen daar. Ik mag u ook doorgeven dat de parkeerplaatsen binnen dit gebied, die zullen worden afgebakend de avond daarvoor. Maar indien er nog voertuigen binnen dit gebied zijn, tussen 2:00 en 4:00 middags, heeft u uiterlijk tot 4:00 middags de gelegenheid om uw voertuig van daar weg te halen. In het andere geval zullen wij genoodzaakt zijn om het weg te slepen. De gewijzigde verkeerssituatie geldt voor iedereen. Ook de pers moet zich hieraan houden. Voor de weggebruikers die op 19 juni aanstaande richting Sanderij rijden, zijn er ook enkele aanpassingen gepleegd, meldt Shangour. Om 4:00 middags hebben we een verkeersomlegging omgeving Lelydorp, Koffie Jompoplein. Wanneer u komt vanuit de stad,
zal daar worden omgelegd. Het verkeer zal moeten rijden over het rijwielpad aan de oostzijde als u gaat richting Sanderij. Komt u uit de richting van Para, dus uit de richting van Jap, gaat u linksaf moeten gaan in de Kranenweg. Ja? Dus houdt u rekening dat dat weggedeelte gelegen tussen de Tawayariweg en de Kranenweg gaat u niet kunnen rijden in verband met activiteiten die daar zullen plaatsvinden. Dat is duidelijk, denk ik. Tijdens de persconferentie is Derek Cameron van het Nationaal Informatieinstituut ingegaan op de afspraken met de pers. Niemand van de pers mag zich zonder een toegangsbewijs begeven binnen de zone waar de activiteiten rond het bezoek van de president plaatsvinden. Cameron hield de media verder voor dat een ieder de mogelijkheid wordt geboden om zijn werk naar behoren te doen, maar vroeg ook om begrip voor de internationale veiligheidsstandaarden. Alle badges zijn op naam, dus je foto komt erop voor, je naam. Dus als mensen zich niet hebben geregistreerd, heeft u een probleem, omdat de registratie al is afgesloten. Niet zomaar hebben we gezegd van nee, laten we twee meetings hebben om goed af te stemmen met de pers. En we hebben al, zelf ook al een aantal dingen uitgezet, maar we willen graag ook uw input hebben. Dat van die auto's bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk. We weten hoe belangrijk het is om met de apparatuur ergens te zijn. Maar denkt u toch niet dat u heel dichtbij met uw apparatuur gaat zijn? U kunt misschien wel de gelegenheid krijgen om te laden, te lossen. En daarna op een veilige afstand, zeg maar, uw voertuig te parkeren. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om de aanwijzingen van de politie en veiligheidsdiensten strikt op te volgen. 10.000 tot 15.000 bezoekers hebben op vrijdag 15 juni in het district Wanica aan de Kranenweg, de Lelydorp, de Bodoviering meegemaakt. Een positieve wedijver om de mooiste vormen van lichtfakkels te hebben. Volgens Edward Regio Pawiro, kenner van de Javaanse cultuur, is het reden om deze activiteit verder te laten groeien tot een toeristische attractie. Kijk, bij deze activiteiten heb je voor de komende 3 dagen je bezoekersaantal die oploopt van 10.000 tot 15.000. En er komen niet alleen maar mensen van Lelydorp hier, maar ook mensen van Paramaribo, mensen van de verre districten, maar ook mensen van het buitenland om dit mee te maken. Want dit is eigenlijk geworden tot een mooi evenement die een cultuur, maar ook een toeristische attractie is. Regio Pawiro merkte op dat de mogelijkheden verder zullen worden uitgewerkt om meer bezoekers aan te trekken voor dit jaarlijks event. En deze is ook van grotere economische waarde, of kan van grotere economische waarde zijn voor de mensen van de omgeving. Wat men eigenlijk moet nagaan, men moet kijken van in hoeverre deze culturele toeristische attractie kan worden omgezet, kan worden getransformeerd naar economische activiteit. Dat denk ik meer in de zin van dat het plaatsen van wanongsier, het verkopen van een huisvlees, neighborhood, vruchten en al dat soort zaken die te maken hebben met toeristen. Want de toeristen komen hier, maar ze kijken alleen maar rond. Ze vinden het geweldig en prachtig, maar ze nemen niks mee, behalve de foto's. Maar als er bijvoorbeeld truitjes zouden worden gemaakt, schilderijtjes worden gemaakt, speciale foto's die ze kunnen meenemen als herinnering, dan zou het heel erg fijn zijn. Op elke derde zondag van de maand juni wordt in veel landen, ook in Suriname, Vaderdag gevierd. Er zijn organisaties die gemeend hebben om vaders met deze dag te verwennen. Geprobeerd wordt om de dag evenveel belangstelling te geven als Moederdag. Bij Vaderdag wordt stilgestaan bij de rol die vaders moeten innemen in het gezin en vooral in het leven van hun kinderen. Aan enkele burgers werd hun mening gevraagd. Van een vader verwacht ik heel veel. Het eerste wat ik van een vader verwacht is helpen in de opvoeding met de kinderen. Helpen binnen het huis is een van de prioriteiten. 100% eens. De vader moet ook helpen bij de opvoeding van de kinderen. Kind of kinderen, dat hangt er vanaf. Ja, want ik ben zelf ook vader, dus ik weet hoe het toe gaat. Dus ik ben er helemaal eens. Hoe gaat het eraan toe? Goed. En als het komt dat je maar zijn oor moet trekken tegen zijn oor. Als het komt om een ei te geven, kreeg hij dat.
En zolang hij zijn best doet, dan heeft hij zijn vader gezegd, dan kan hij uitkijken. Maar als het verkeerd gaat, dan weet ik dat hij moet doen, dat hij die fout bezig is, dat hij moet veranderen. Oké, na eerste sessie moet ik doen. Ik wens alle de vader een goede, een boom vaderdag en een godzegende dag ook voor alle vader. Want vader lijkt mij, mijn alleenstaande vader. Dus dat is een taak voor een moeder. Dan ga ik pa doen, mijn alleenstaande, dan ga ik doen aan mijn driepje. En ik ben zo trots ook toe, die alle vader zijn gebruik en verstand ook toe voor zorgen en pjeen. De opmerking die er vaker wordt gemaakt is dat kinderen, met name jongens, ontspoord raken door het gebrek van een vader in het gezin. Ook op deze opmerking werd er gereageerd. Ja, ik weet niet. Opvoeding van vroeger en nu verschilt wel. Kinderen zijn veranderd. Maar toch zeg ik, want er is maar een poor wantrouwen. Je poor is even. Wie soort opvoeding ik zie, soms gaan ze toch de verkeerde pad op hoor. Dus, maar het begint echt thuis bij de ouders. Het begint vanaf het prille begin. Hoe richt je de kinderen af? Natuurlijk heb je ook de kinderen als op straat gaan ze hun eigen weg op. En dan moet je ook doen als er wat gebeurt en met wie ze omgaan. Dat ze het moeten zeggen en laten zien met wie ze omgaan. Waardoor ze kan africhten en op die bepaalde dingen kan africhten en wezen op bepaalde foto. Waardoor het dan toch zal moeten lukken. Dat er vanaf. Want bij mij is het wel gelukt. Bij mijn zoon en zo maar. Bij anderen misschien niet. Anderen misschien heel moeilijk. Maar het gaat er vanaf van kleins af, precies africhten. Ja, laten we eerlijk zijn. Vaders verdienen ook een hele goede plek. Als ze dat niet verdienen, hoefden ze er niet te zijn. Maar ze moeten beter gewaardeerd worden, vind ik ook. Maar zij moeten ook een betere behandeling brengen naar hun gezin toe. Om eerlijk te zijn. De vader is er, de vader mag er zijn. De kinderen zeggen vaak, mijn vader is superpapa, superman. Nou, dat klopt. Maar dan moet de vader het ook kunnen bewijzen. Mi bosko putak zo. En die zeg ik me uit, mi ati ook toe. Vaders, neem uw plaats in. Ken uw plaats. Geef liefde om weer liefde te ontvangen vanuit je gezin. Doe wat u kunt, vaders. We doen vaker een beroep op jullie, maar vaak laten jullie het afweten. De goede niet te nagesproken. Vaders, kom op. Het is de tijd. Vanaf nu af aan. Kom en neem de plaats van vader in. Ja, met dit item over Vaderdag hebben we het gehad voor wat het Nationaal Nieuws betreft. Goedenavond.